Hallo lieve tweeling, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 48, 25 november tot en met 1 december. Het is een algemene reading. Haal er vooruit wat je nodig hebt. Lieve tweeling, wat is jouw hoofdthema voor deze week? En dan zie ik eigenlijk dat je bezig bent met nieuwe hoofdstukken. En ik heb het idee dat je daar al een tijdje mee bezig bent, maar er komen nieuwe vervullingen aan. Je gaat dingen toch sneller handelen dan dat je had verwacht. Er wordt veel van je gevraagd, maar je gaat ervoor. Ik zie dat je een stevige fundering aan het opbouwen bent. En alleen dat je het nog niet zo snel had verwacht. En wel hoor ik erbij, kijk uit dat je niet te veel met je mee gaat slepen. Omdat ik het idee heb dat er sommige dingen vanzelf mogen gaan. Dus soms put je er te veel energie in en komt het niet echt op gang. En de andere keer loopt het heel erg. Dus kijk daar goed in naar de balans. Laten we even verder gaan kijken, lieve tweeling, naar wat je verder deze week kan verwachten. Ja, bij jou blijft het ook echt richting de toekomst. Je komt steeds meer in je kracht. Ik merk dat je, hoe leg je dit uit? Dat je vrolijker wordt. Je bent ook goed bezig met jezelf in balans te laten komen. Ik weet niet of je ook jezelf healing geeft, maar ik zie ook chakras weer in balans komen. Omtrent zakelijkheid zie ik dat je grote stappen aan het zetten bent. En ja, heel veel dingen die onverwachts nu naar je toe komen. Wat kan ik nog meer zeggen? Ja, sommige dingen had je niet zien aankomen. En daar handel je dan ook op. Maar daar komt dan ook weer heel snel rust in. En vanuit daar gaat het dan weer de positieve kant op. Dus sommige dingen gebeuren zodat je weer even goede inzichten krijgt. Of weet, oké, nu wil ik zo gaan handelen. Dus blijf echt optimistisch, want go with the flow. Ik zie echt dat je gewoon grote stappen zet. Nou, lieve tweeling, nog een mooie boodschap voor jou. Een bloem denkt er niet aan om de strijd aan te gaan. Met de bloem ernaast. Ze bloeit gewoon. Dus een bloem denkt er niet aan om een strijd aan te gaan met de bloem ernaast. Ze bloeit gewoon. En jij bent nu ook volledig aan het bloeien. Lieve tweeling, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en wie weet, tot de volgende keer.